It was in the Ministry of Tourism before. Peter, you have to learn how to edit out of the Ministry. Yes, direct. Yes. It has to be a direct, or else you don't get the impact that you need. Yeah. As long because as you have already, but you were always there when it was happening. No, when we came in power, that's how it happened. Oh, okay. So the only way you were able to do that is the use is then the time when you set the stage. So you got to politically correct. Yes. If you would like to introduce yourselves before we start. I'm Peter Amsarup, the Chief Investment Officer under the Office of the President for the Republic of Guyana. Hi, I'm Amar Alakram Singh. I'm the CEO of CETA in Suriname. Gentlemen, what just happened and your business assignment? Yes, we did sign an MOU between CETA and Bowinvest. Actually, I think this the Republic of Suriname is quite new for them. Actually, CETA is, and we will try to inform the public also to our partner now, Bowinvest, to how to get CETA up and running in Suriname for us. Yeah, what's the purpose of this MOU? The purpose of the MOU, I think, Peter? Yeah. Well, the MOU, you know, Guyana Office for Investment, this was established by law in Guyana back in 1994. And it provides investment protection code for investors, that the incentives are published in Parliament. And so our goal with this MOU is to help guide and connect on the legislative side, as one, but two, is really a business relationship. You know, promoting investments between the two countries, aligning the opportunities both at the governmental level and at the private sector level, working with the chambers, as you see, working with all the exhibitors that are here. Our job is to make sure that they get the opportunities they're looking for. So, you know, my counterpart here, if he sends me companies from Suriname that's looking to be in Guyana and I do the same or we combine them, the MOU builds on that relationship. Are there any sectors in particular you're aiming for or just... Well, it's broad, but, you know, both our presidents have talked about tourism, agriculture, climate security. So we are much in alignment at the executive level. So we will be focusing on those areas, food security being one of the largest, being the largest between the two nations. And, you know, our goal is to fulfill our president's vision both. And I believe the MOU just enhances the credibility that it's not just talk, but the fact that we want to see results. And if a year from now you interview us and there's no results, we would have failed. So we're going to make sure that what we commit to, we make sure it happens. Yes. And you said you have experience since 1994? Our Office for Investment was established by law in 1994. So you are far ahead of Suriname, so you can help us, with information, with guiding. Yes. So that's the main focus? The main focus of the MOU, yes. But that's the main focus in the establishment in Suriname, but concreet is zo dat wij proberen dus nu Suriname te brengen. Los van de olie- en gasbusiness heb je dus een hele ecosysteem eromheen dat ook mee moet gaan met de olie- en gasindustrie. Als wij dus dat krijgen, ons bordje, na een paar jaren,
iedereen dat kan samenwerken met buitenlandse investeerders en de exporteurs van Suriname. Dat we allemaal dus weten, één voor de investeerders, waar zij moeten wezen als we praten over Suriname en voor hier investeren. Dat de wegen voor hen eigenlijk makkelijker en toegankelijker worden gemaakt middels CETA. Dat is de reden dat we ons one-stop-shop proberen te creëren van CETA. En voor de exporteurs, dan worden eigenlijk, als we weten, de ministeries, die moeten eigenlijk een samenwerking met elkaar hebben, waar we dus eigenlijk gezamenlijk vanuit CETA ook exporteurs ondersteunen. Want let op de exporteurs hun feedback op dit moment, praten ze meestal over volume. Maar ze kijken dus niet eigenlijk van, hey, waar heb ik dus eigenlijk meer winsten eruit gekregen? Waar kan ik inspelen gezamenlijk met andere partners in lokaal? Dat zijn belangrijke aspecten. En die dingen worden besproken, ook binnen CETA. En wij arrangeren deze meetings om ook B2B's te hebben. Zodat deze mensen, deze exporteurs, deze handelaars, ook eigenlijk met elkaar iets van de grond kunnen brengen. En van de andere kant uit heb je een reliable partner nodig. En daarvoor staat CETA. CETA gaat dus dat, net als bij Guyana, kun je dus eigenlijk de counterpart aan de andere kant vinden waarmee je zaken kunt doen. Zijn er, hoe gaat dat dus eruit zien? Je had het over guidance legislation. Hoe gaat dat in de praktijk? Dus wij geven dus eigenlijk de begeleiding. We zijn een promotion agency. CETA is een Suriname Investment and Trade Promotion Agency. Wij promoten eigenlijk één. De investeerders om naar Suriname te komen om in bepaalde sectoren, behalve de olie en gas, dus dat te ondersteunen. En voor de exporteurs naar buiten toe, hun eigenlijk de guidance te geven naar buiten toe. Dat hele gebeuren. In de praktijk moet het zo werken. Dus daarmee zijn we dus momenteel bezig. CETA moet nog wettelijk opgenomen worden. Het wordt eigenlijk ook al dit jaar van, gaat het dus van de grond komen. Dat CETA echt bestaat. De investeringswet gaat ook dus bestaan vanaf het jaar. De president is er zwaar mee bezig, dat weet ik ook wel, om het helemaal te ondersteunen. De feedback krijgen wij constant. En precies als hoe de heer Peter het net zei, wij gaan dus proberen CETA, net als hoe GoInvest in Guyana functioneert, moeten wij dus ook naar daar gaan. Maar alleen omdat ze het al hebben gedaan, is het heel eenvoudig voor ons om het te leren van hen. Ja, maar stil. Our legislation is not ready. Nee, to... nog niet. Okay. So you have to wait for that before you can move on. Yeah, but you have to do the preparations, right? So that okay. We are doing now. So you're waiting for the legislation. And yes. Are they helping you out with that? Giving guidance about how to make the law and how to arrange things? We will send the copy of the legislation, but without the legislation, we are still responsible for by executive order by our president to promote our country. So the law really is just to add the protective nature to the investors, but it's not a mandatory item where we can operate without it, no. Okay, thank you so much. Thank you. We hebben gesproken net met CETA. Oh, can we have a picture of the MOU you signed? Is there a paper for us? Can we show this, the paper that they signed? So this is the MOU between CETA and Guyana Office for Investment. So to help us out to do the best trade as possible and to be a strong partner in CARICOM. Right? Yes. Okay, dat was dus het gesprek met, thank you so much, met beide heren die net een memory of understanding hebben getekend, zodat Suriname, omdat Guyana al veel verder is met dit stuk, ondersteuning kan krijgen van Guyana. Dus een belangrijke ondersteuning geweest. Thank you.